Zeker. Yo mensen, terug kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Ferre en vandaag is natuurlijk carnaval. En Luciano bleef bij me slapen, dus hij is daar al. Dus we gaan lekker naar de carnaval, dus let's go. En we gaan wel lekker chillen, swingen, alles. Zingen met onze billen. Ja, zingen met onze billen. Dus let's go. Yo mensen, we zijn nu hier zo aangekomen. Dat is Ali. Ryan, Luciano. We gaan lekker vloggen, man. Vandaag ga ik niet vloggen. Welkom mensen, we zijn nu met de gang. Hij heeft bivak op, kijk. Doe zo. Oh shit. Kijk. Zo gelijk. En daar heb ik Steve nu trouwens. Je kan het niet goed zien. Dus ja, we gaan een leuke dag van maken. Let's go. Kijk mensen. Hij heeft gewoon een zieke pokken. Proberen. Oh shit. Wat de arm. Oh nee, die kan het hoor. Oh shit. Ja, nog een keer. Niemand weet deze trucje, hè? Alleen maar hij. Oh shit. Dit ga ik proberen, man. Kijk mensen, daar is Steven ook. Jij hebt het sowieso wel een keer gezien in mijn vlog van mij. Hij zit even de auto zeg maar tegen touwen. En dan kunnen we carnaval vieren. Dat is echt jong. Hey mensen. Zoveel mensen zijn er. Dus Ryan. Abi. Luciano. Waar is Sinji? Hallo. Oh shit, ik dacht dat ik die masker op had. Nou mensen, ik ben moe tot thuis. Ik ben al een beetje lang thuis. Nou, de carnaval was leuk. Ik vond het leuk. Als jullie het leuk vonden, geef dat een blauw duimpje mocht doen. Vergeet niet te abonneren beneden. Dus, ja, ik heb niks meer anders te doen vandaag. Dus ik ga morgen weer vloggen. Dus ik zie jullie morgen. En trouwens, wacht wel voordat we morgen weer gaan vloggen. Kijk, ik heb een nieuw scherm erbij gekregen. Dus ja, PS4 en PS3. Dus, ga ik even aansluiten. Dus ik zie jullie morgen. Tot morgen. Yo mensen, het is momenteel momenteel een week verder. Het is vakantie, we hebben lekker vakantie. Wat wij gaan doen? Hier is Luciano. Hij is vandaag met me slapen. Dus, wat we gaan doen, we gaan lekker karten. Alleen we wouden karten en paintballen. Alleen paintballen is er niet van geworden, want je moet acht personen minimaal doen. Dus ja. Fakka. Ik wil je wel vastzetten toch? We zijn lekker Fortnite spelen hier zo. Lekker video voor upload voor jullie gisteren. Ja, hi. Dus ja, we gaan lekker karten. Dus let's go. We gaan echt fucking leuk worden. Hey Stacy, ik ga je inmaken met karten, hè? Wist je dat? Let's go, mate. Nou mensen, we zijn in Breskens. Deze man is er nog steeds bij. Ja, we zijn in Breskens, man. Mooi, man. Mooie flat ook. Mooie stad. Is ja, zo mooie stad. Dus nu gaan we lekker karten, dus let's go. Nou, mensen, we zijn er. Alleen, we kunnen... Ja, kijk, we zijn er. Bresjes, hier zo. Kijk, er staat ook paintball. Alleen, dat kunnen we niet doen, want we zijn nog maar met 7 mensen. Als er nou eentje bijgekomen was, kunnen we lekker paintballen. Kunnen we elkaar lekker... Paintballen. Ja, weet ik. Maar als ze met 8 man zijn, kunnen we dat doen. Nee, dat gaat toch niet? Met 8 man? Dat gaat niet met 8 man. Nee. Dat bedoelt u? Dat bedoel ik juist. Dus ja, let's go. Nou mensen, dit is de baan. Zo gaan we lekker crossen zo. Oh, ja. Nee, is Petra. Hallo! Petra? Ik hou al die verkeerde dingen hier. Goed hoor. Ik begin er aan. Ik niet. Nee, maar
Jongens, wat is die band dan? Lekker. Hoe moet je doen als je onder de 18 bent? Ben je onder de 18? Ja, dat is mijn helm, hè? Nou, kom op jongens, begint er eens aan. Ik schiet bijna wortel. Ja, wij ook. Ja, ik heb een vaste auto, maar in de tussentijd kan ik een kind bevallen. Nog twee op. Nog iemand belangstelling voor een nekkraag? Gaat het? Weet je het zeker? Voorzichtig, hè? Even één tip over het vizier. Het vizier niet dicht doen. Als je je vizier dicht doet, twee vingers, tot op de rand. En verder doe je hem niet dicht. Als je hem namelijk helemaal dicht doet, beslaat hij, dan zie je niks. En wij vragen de mensen altijd om met de vingers van het vizier af te blijven, maar ze zitten er altijd aan en dan beslaat hij. Ja? Als je hem niet dicht doet, er liggen over deze baan stof en steentjes en dergelijke. Als er iemand voor je rijdt en een steentje wordt gepakt door een band, dan wordt hij als een raket of een kogel gelanceerd via de banden. Als je die in je gezicht krijgt, doet het zeker. Ja? Oké, okay, nou veel plezier hè. Voorzichtig, hè? Oh, nog even niet. Laat ze maar doen. Je moet de snelheid vinden. Als er eentje tussen zit en die trapt het gaspedaal tot op de vloer in, gaat dat ding 65 plus kilometer over de vloer. Oké. Okay. Denk je dat dat nodig is? Nee, voor mij ook niet, hoor. Nee, hoor. Nou mensen, we hebben zeg maar gereden. Mijn tijd was 38 seconden, nog best wel snel. Alleen ja, hij doet 29 over. 29 seconden. Tja, Stacey, hoe was jouw tijd? 34. Ja. Oké, Luciano, hoe was jouw tijd? 39. Alleen de eerste ronde had ik gewonnen voor jou. Ja, klopt. Na de tweede ronde had ik pijn aan mijn hand al, hè. Dus ja. We gaan nu naar huis en dan gaan we daar nog lekker chillen. Nou mensen, ik ben momenteel thuis, dus we moeten avond. Dus als je deze vlog nog leuk vindt, vergeet geen blauw te hebben. Dan vergeet niet te abonneren hier beneden. En vergeet niet omhoog te blijven, want ik ben erg moe. Dus ik ga dat komt door die kat natuurlijk. Dus ik ging echt snel. Dus ja, vergeet niet te subscriben, vergeet niet te liken, dus dit was de vlog, gratis.